Yo, guys, welkom bij de review. Welkom bij de allerlaatste review van 2020. Welkom bij de review op Pixar's Soul. We, We hebben weer een jaar overleefd en reviewend België. Hey, welkom dat je kijkt. Is het de eerste keer dat je kijkt? Ik doe dit al anderhalf jaar. En ik was aan het denken met welke film kunnen we beter afsluiten dit jaar? Wat gaat de allerlaatste review worden op Fantastic voor 2020? En toen wist ik het Sol. Ik moet eerlijk toegeven, ik was eigenlijk al vergeten dat hij ging uitkomen, dus ik had hem niet bij de eindjaarslijst gezet. Maar hey, welkom back. Je bent de laatste. Oh, boy, wat is het een druk jaar geweest! Maar dat is allemaal voor morgen in mijn recap video. Sol, ik was conflict over deze film. Ik hoorde iedereen namelijk praten over dit is de beste film ooit gemaakt. Dit is de beste Pixar-film ooit gemaakt. Dit is een Young-film, een goede film, een geweldige film. Dit is een van de beste dingen die ooit Pixar heeft gedaan. En ik voelde dat eerst niet. Ik vond het goed, maar ik was er niet echt in mee. Maar hoe meer ik begon na te denken, weet ik gewoon meer van mezelf dat dat gekomen is, omdat ik niet echt in de jazzwereld zit. Dan dat het is door de animatie en het verhaal. ...wat letterlijk perfect is opgebouwd. Dus voor af te sluiten gaan we nog eens een heel erg goede edouard. Dus om af te sluiten gaan we nog eens een heel erg geweldige film pakken met Soul. Oké, okay, wauw. Soul vertelt dus echt een geweldig verhaal over dood en overleven. En Soul is by far de minst kindvriendelijke Pixar film die er bestaat. Niet op het feit dat er R-rated content in zit... Nee, puur door de thema's die het behandelt. En daarom heeft Pixar ook zo extra zijn best gedaan met deze animatie. Want het zijn thema's die zelfs voor mij nog ver weg zijn. En ze zijn op een prachtige en perfecte manier verteld, die een kind goed kan kunnen begrijpen. Het neemt je volledig mee in het verhaal van Joe. En het leukste hieraan is: het gaat niet om Joe. Het gaat hier voor ook vooral. Over 22, die ook enorm goed gespeeld is en enorm goed in beeld gebracht. Verhaal 190 op 200. Joe is duidelijk een heel conflictend personage en een heel in zichzelf gekeerd personage die moeilijkheden heeft met zichzelf. En dat is heel goed in beeld gebracht. En hij krijgt eindelijk de kans van zijn leven en dan gaat het juist mis. Hij sterft. En ik moet eerlijk toegeven, het duurde een tijdje voordat ik eigenlijk er volledig in zat met wat de film over hem wilde vertellen. Maar dat komt puur en alleen maar doordat ik eigenlijk helemaal niet hou van jazz. En ik ben eerlijk, de film doet uitermate zijn best om dit zo goed mogelijk te doen. En ze slagen. By far, ze slagen geweldig. De Terry's en Jerry zijn enorme leuke bijkomende personages. Maar het leukste en meest outstanding personage blijft toch wel 22. Haar journey doorheen deze film is echt prachtig uitgelegd. Ik kan er niet te veel over ingaan. Maar ze gaat je bijblijven. Personages 185 op 200. De film ging ook enorm snel vooruit en had echt een geweldige pacing. Ook zag hij er geweldig uit, met echt bovennatuurlijk mooie animaties die ik nog nooit in mijn leven heb gezien. Nogmaals, de Terrys en Jerrys hebben een soort van outline animatie gekregen. En dat zou normaal nooit kunnen werken in een 3D film. Maar holy crap, ze hebben het gedaan. Die outline personages zijn een paar van de mooiste animaties die ik in mijn leven heb gezien, zeker omdat ze zo 2D. 3D uitschijnen in deze 3D animatiefilm. Pacing and Designing 145 op 150. Ook is de film zeer surprising en heeft een aantal heel erg surprising en mooie momenten in zich zitten. 85 op 100. En de film is geweldig geacteerd door iedereen. Graham Norton zit groot in deze film. Maar het gaat er vooral over Jamie Foxx die het echt geweldig heeft gedaan en volledig transformeerde in Joe Gardner. Acting 145 op 150. Ook de critics zijn enorm blij. Zij geven deze film een 85 op 100. Ben ik het zelf net niet mee eens, ik geef hem een 40 op 50. Maar ik heb toch wel gekozen om een 4,5 ster te geven, oftewel 45 op 50. Brengt de totaalscore uit op een 920 op 1000, oftewel een 9,2 op 10. Heb jij zo nou gezien dat weten wat jij ervan vond in de comments er beneden? Ik zie jullie graag terug in 2021. Bedankt voor het kijken en bye.